Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de grenswijziging voor het terugbrengen van de voormalige grens Den Haag-Rijswijk vastgesteld. Dit betekent dat er op 1 januari 2023 de stoepen, straten en groenvoorzieningen langs de Kromvlietkade, de Geesbrugkade en een gedeelte van de Nassaukade weer binnen de gemeente Rijswijk komen te liggen. De gemeenteraden van beide plaatsen hadden zich hier al eerder positief over uitgesproken. In 2001 is deze situatie ontstaan als gevolg van een gemeentelijke herindeling, waarbij er voor Den Haag een corridor werd ingesteld naar de Vlietzone. Met de komst van de Rotterdamse Baan is de noodzaak van de corridor verdwenen.